Wij gaan naar het object en dit keer is dat het Statenjacht. Dit is de provincie Zuid-Holland, het voormalige Statenjacht van onze provincie. Het jacht is in 1960 gebouwd bij C. van Lent en Zonen, nu Fatship Royal van Lent. Het stalen motorschip is 16,5 meter lang en nog volledig in de originele staat. Dat geldt ook voor de motor, een Volvo Penta van 150 pk. Toen de provincie het jacht via een broker in de verkoop deed, werd het uiteindelijk aangekocht door de Warmondse reder Henk van Hulst. Het schip maakt nu onderdeel uit van de vloot van de rederij. Iedereen kan ervan genieten. Een vaste huurder is de voormalige eigenaar, de provincie Zuid-Holland. U zag het object, een filmpje gemaakt door Rosemarie Keizer.